Zo, hier met de winnende coach. Coach, we hebben net mogen praten met jouw point guard, Leon Williams. Als eerste natuurlijk enorm gefeliciteerd met deze overwinning, want je pakt gewoon een hele grote naam in het Europese basketbal, Alba Berlijn. Ja, tot nu toe was het nog niet gelukt zolang ik hier was. Een paar keer waren we dichtbij, maar vandaag hebben we gewoon 40 minuten goed basketbal gespeeld. Er waren nog zeker dingen die beter kunnen en moeten. Maar als je kijkt naar het budget, als we een ploeg als Alba Berlijn verslagen, dan mogen we zeer tevreden zijn. Want ja, we hebben een hele mooie rondleiding van jou gekregen hier op het hele complex. Dat ziet er tiptop uit, maar je vertelde ons inderdaad, de club kiest er eigenlijk bewust voor om niet heel veel dure spelers te halen, maar vooral in de structuur. Dan blijft er een budget over qua spelers, denk ik, wat misschien een tiende is van wat Berlijn heeft. Moeten we het zo zien? Nou, er zijn 2 of 3 spelers bij Alba die meer verdienen alleen dan mijn hele ploeg bij elkaar. Dus dat zegt genoeg over het niveauverschil qua budget. Ja, want hoe wilde jij vandaag spelen en in hoeverre is dat gelukt? We wanted to get to the free throw line. Eerste helft lukte dat eigenlijk niet zo. Tweede helft ging het beter. En je moet gewoon, als kleine ploeg tegen zo'n ploeg als Berlijn speelt of een Bamberg of een Bayern München, dan moet je een beetje opportunistisch spelen. Dus als je half open bent, moet je schieten. Want je krijgt misschien geen beter schot. En dat is iets waarbij we tot nu toe altijd er moeilijk mee, omdat als spelers die nog niet weten hoe zo'n ploeg verslagen moet worden, die gaan heel geconcentreerd aan zijn wedstrijd beginnen. Die willen alles perfect executen, dit en dat. Maar dat werkt niet. Op dit niveau krijg je niet zoveel kansen. Dus vandaag deden we denk ik een goede job als we half open waren om die bal gewoon te schieten. Ja, dan moet je natuurlijk ook je drietjes een beetje maken, maar dat hebben we goed gedaan. Dat kun je wel zeggen. We hadden het er met Leon over en ik schetste voor hem in hoeverre die zich herkende van Leon, je zet het team goed neer. Ik had het idee, de minuten dat hij maakte, dat het team elkaar wat beter voelt. Hij speelt sober, degelijk, hij hoeft niet te scoren en verdedigt hard. Hoe zie jij Leon? Wat vraag je van hem? Leon is... Ik ben heel, heel tevreden met hem. Ik denk dat hij heel veel geleerd heeft. Ik denk dat hij ook enorm veel vooruitgang heeft geboekt. Hij wil het ook. Hij wil graag leren. Dat is iets wat me enorm bevalt. Hij is een lockdown defender. Ja, hij kan echt mensen side to side gaan, full court. Hij kan enorm goed over screens komen. Daar is hij echt een van de beste, zelfs in deze liga. Ik heb Quantrell Robinson zien lockdown defense zien spelen. Hij moet wel sterker worden. Nou, dat is duidelijk iets wat hij nodig heeft, want het is bijna rugby. Off the ball heeft hij nog heel veel werk. En aanvallend, hij schiet zijn drietjes voor deze wedstrijd denk ik aan 48%. En dat komt met name omdat hij gewoon alleen maar goede schoten neemt. Hij maakt het spel inderdaad snel. Het is een teamplayer. Ik denk dat we ook heel veel gewerkt hebben aan zijn ballscreen offense. Vandaag kwam het er misschien niet zo uit, maar daar is hij ook. Hij is leren ballscreens anders te gebruiken. Omdat het op dit niveau gewoon anders. Je moet het anders doen dan in Nederland. Dat heeft hij ook goed opgepikt. Ik denk dat er voor Leon, ik werk enorm graag met hem samen en ik hoop dat hij hier nog, voor mij mag hij hier wel bijtekenen voor 3 of 4 jaar. Hij verklapt ons ook dat hij uiteraard in overleg met de club nog steeds open staat voor het Nederlands team. Dat is natuurlijk met de schema's altijd wat lastig. Het zou natuurlijk mooi zijn als een speler van hem en ook het is de groei wat je zegt die hij heeft doorgemaakt, terug kunnen zien in Oranje. Maar ik kan me voorstellen dat jij precies dezelfde mening daarover hebt. Ja, heel zeker. Ik vind dat Leon natuurlijk in Oranje moet spelen. Hij wil dat ook. Ik denk dat hij ook deze zomer een verstandige keuze heeft gemaakt om 1 keer voor de ploeg in het buitenland te kiezen. Anders was het toch misschien een ander verhaal geweest. Maar het verbaast me wel eigenlijk dat het is nu maart en ik heb nog niemand van het Nederlands team hier gezien. Dus kijk, als je wil dat Leon Williams deze zomer speelt voor het Nederlands team, dan moet je hem recruiten. Weet je, dan ga je naar hem toe, dan ga je met hem praten. Dan probeer je hem te motiveren voor de zomer. Maar het is nu maart en ik heb nog niemand gezien. Dat is toch wel. Ik denk dat we dat in Nederland toch even moeten leren. Dat, wij moeten, iedereen moet ook graag voor het Nederlands team willen spelen. Maar je moet ook naar de mensen toe gaan. Ja? En als je Leon Williams 4 uur rijden van de Nederlandse grens zit, dan is het niet zo moeilijk om daar een paar keer heen te gaan en met de jongen te praten en niet te motiveren om de zomer voor Oranje te spelen. Ik had het niet mooier kunnen zeggen. En laten we ook niet vergeten, Johan, dat de jongens, en daar is Leon er absoluut ook een van, jarenlang eigenlijk voor niks voor dat team gespeeld heeft. Dus hè, dan mag het best van 2 kanten komen. Nou, laten we daarvoor gaan. We vroegen net aan Leon. Het team staat duidelijk boven de degradatiestreep. Het is een hele grote league, 18 teams. Je staat nog net niet in de playoffs. Is dat nog een reëel doel, Johan? Of is het, moet je toch ook naar het budget kijken en zeggen van, wordt lastig? Kijk, als je naar het budget kijkt, dan hebben we een topseizoen. Dat hebben we ook, wat er nu ook gebeurt. Maar we willen ons wel
Ja, ik wil graag die uninvited guest worden in de playoffs. Dus we willen gewoon een rol spelen. Of we het nou halen of niet, vind ik niet belangrijk. Kijk, we spelen nu een rol. We hebben Ludwigsburg verslagen die op 8e plek staan. Je hebt nu Alba verslagen die op de 5e. Ja, we krijgen nog een paar ploegen die daar in die playoffs zitten. Dus we willen gewoon willen ploegen irriteren. En dan weet je op het einde nooit wat mogelijk is. Maar het is gewoon hier. Je ziet het, de sfeer hier is fantastisch en het leeft enorm. Ja, we gaan een beetje richting de afronding. We kennen jou in Nederland, de insiders natuurlijk wel, ook vanuit de jeugdteams. Maar je bent al snel naar het buitenland gegaan. Je bent kampioen geworden in Slowakije. Je bent kampioen geworden hier toen Göttingen nog één plekje lager speelde volgens mij. Toen ben je gepromoveerd. Sindsdien zijn jullie er volgens mij steeds ingebleven. Wat was het coach bij jij? Wat voor coach ben ik? Ik heb alles van Chris Finch geleerd. Daar heb ik 8 jaar mee samengewerkt in België en in de D-League. Wat ben ik? Ja, ik speel een teambasketbal, denk ik, waar iedereen involved is. En ik denk dat daardoor mijn teams altijd teams zijn. Iedereen speelt graag in die offense. Dat is een organized chaos. You know, soms is het een beetje een chaos, maar daar moet je ook als coach mee kunnen leven. En ik leer iedere dag nog bij, hoor. Want het is coachen in de Pro A in Duitsland als je een topploeg bent. Of coachen in België, Europees als je een topploeg bent. Dat is totaal anders dan als je ergens onderaan bengelt in een topliga. Maar dat is interessant en daar word je ook iedere keer beter van. Hoe bevalt Duitsland jou als land om in te werken? Top. Mensen zijn zeer gestructureerd. Komen hun afspraken na. Wat ik zei, kijk, hebben echt visie om dingen beter te maken voor de lange termijn. Auto parkeren is een beetje lastig hier. Altijd heb je altijd problemen mee met Duitsers. Maar het is hier enorm fijn om te werken en ik hoop dat ik hier nog lang mag werken. Ja, maar we gaan bijna afronden. We hebben een heel klein aardigheidje voor jou meegenomen. Dat wordt zo ingevlogen. Ja, Dick van der Hamme, onze grote vriend, die komt dat even uitreiken. Dankjewel. Mag ik het openmaken? Ja, ik weet niet of hoe ze dat in Duitsland doen. Ik geloof dat ze daar de pakjes ingepakt laten. Maar aanvankelijk, ik weet het niet zeker. Maar even klein, altijd handig voor de trainingen. Dankjewel, ja. Johan Royakkers. Ja, we blijven je volgen. We blijven Göttingen volgen. En laten we hopen dat je de playoffs inkomt als uninvited guest. Dankjewel voor het komen. En jullie zijn altijd welkom. En ik hoop eigenlijk dat er nog meer fans uit Nederland komen. Want ik denk dat je kunt er een leuk weekendje uit van maken, denk ik. Mensen, als je van basketbal of een show had en van goed basketbal, even een paar uurtjes rijden. Ja, inderdaad. Het is 3-4 uurtjes van de grens. Dus valt allemaal wel mee. Johan Royakkers, hartelijk dank.